allemaal, welkom bij Altivista en welkom bij wederom weer een nieuwe video. Vandaag een hele leuke video, namelijk een full set review. Een volledige set die ik bij elkaar gespaard heb. Deze keer is het een set uit The Walking Dead series. Je hebt het misschien al een keer voorbij horen komen in een vorig filmpje. Toen zei ik inderdaad, ik had een pop ontvangen. Dat was met mijn verjaardag. Toen zei ik van, ik heb eindelijk de set compleet. Dus die set ga ik jullie laten zien. Dus we gaan beginnen. We beginnen met de allereerste pop uit deze serie. Dat was meteen inderdaad de pop die mijn serie compleet maakte. Nummertje 573, Negan uit The Walking Dead. Ik moet erbij zeggen, dit is het 9e seizoen. Kijk eens aan. Deze serie hebben we compleet. Het 9e seizoen van The Walking Dead. Uiteraard zijn er nog veel meer sets. Maar deze is echt helemaal compleet. 573, Negan. Er zijn heel veel uitvoeringen van Negan. Ik heb er 2 van. Ik ga even terugkijken in het vorige filmpje dat ik nog meer heb. Maar die ga je binnenkort ook weer een keer voorbij zien komen. Want dat is een exclusive. Een Barnes & Noble exclusive was dat. De volgende is 574. Ezekiel. Kijk eens aan. 574. Pop nummer 2. De volgende. Dit komt van de Carrefour af volgens mij. Ik voel het aan de sticker. Die gaan we nog afkrijgen. De eerste 2 pops. Pop bestaat uit 5 pops. De serie, sorry. Richard 575. Heel erg cool. Komt ook van de Carrefour. Maar je voelt het, hè? Die stickers. Zo jammer. De eerste 3 pops. Het leuke is, alle pops heb je voorbij zien komen in de filmpjes. Nummertje 576. Eugene. Ja, dit is al echt een hele tijd geleden. Deze heb ik in een dubbeling gekocht. Kijk aan. Nummertje 4. 576. Heel tof. Nummertje 4. En hebben we nog eentje te gaan. De laatste pop is Sasha 577. En hiermee kunnen we de sect helemaal afronden en compleet verklaren. Kijk eens aan. 577. Heel tof. Echt het gaaf van deze pop en van deze serie vind ik. Kijk, de bloedvlekken op het doosje. Zie je dat? Echt iets exclusief. Wat alleen maar deze reeks heeft. Dit zijn ze. De top 5 die ik heb. Ik zet deze even hier neer. Top 5. De 5 pops uit deze review moet ik zeggen. Een full set. Full set Walking Dead. Komen binnenkort nog wel een paar leuke full sets voorbij. Vooral full sets van 2 die ik heb. Dus dan maak ik gewoon even een setje van 6 pops van. Voor ook een leuke video. Ja, voor zover deze set. Echt heel gaaf. We sluiten af met een heel klein stukje uit Walking Dead. Voor de mensen die Walking Dead absoluut niet kennen, kan me niet voorstellen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Binnenkort komen er nog heel gave reviews, unboxings aan. Dus echt bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik zou zeggen, tot ziens en doei. Groetjes.